Dames en heren, goedenavond. Wat fijn dat u toch deze kant ook op wilt komen. Want het was beneden natuurlijk razend gezellig. En dat met veel dank aan Las Tapas uit Boskoop. Geef ze maar alvast even een applaus. En ze spelen straks ongetwijfeld nog meer, dus als u daarvan wilt genieten, kunt u straks dat ook nog volop doen. Welkom ook aan iedereen die op nummer 20 woont. Ik heb een heel aantal mensen daarvan al de hand mogen geven. We proberen op die manier ook mensen uit te nodigen die niet uit zichzelf naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente toekomen. Ik ben blij dat er een heel aantal mensen ook aan die uitnodiging gehoor heeft gegeven. En natuurlijk bent u allemaal van harte welkom. Wat fijn dat u naar het gemeentehuis bent gekomen om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar 2020. En we luiden daarmee ook een nieuw decennium in. En dat voelt toch een beetje als een extra grote stap. Alsof die onwennige 20 meer veranderingen dan anders misschien met zich mee zal voeren. Eén van die veranderingen ben ik in ieder geval heel blij mee. En daar heeft u vast al over gelezen. Sinds kort deel ik het burgemeesterschap van deze mooie gemeente met onze eerste kersverse kinderburgemeester, Elmedi uit Benthuizen. Hij was de winnaar. Kom maar deze kant op. En Elmedi, volgens mij hebben ze hier voor jou een krukje neergezet. Dan ben je bijna net zo groot als ik. Ja? Kan iedereen je beter zien? Hoe vind je dat? Deze meneer, dames en heren, mag zich een jaar lang kinderburgemeester van onze stad noemen. En we hopen natuurlijk dat het voor jou een hele bijzondere ervaring gaat worden, waar je ook heel veel van leert, wat je in je eigen toekomst verder ook ten goede komt. Verder ziet u hier de kinderwethouders. Iedere wethouder heeft namelijk sinds kort ook een collega gekregen. Leden van de kinderraad en welpen van de scouting, want die bestaan dit jaar 100 jaar. Dus geef ze allemaal een daverend applaus. En dat is een aanmoediging voor al het werk wat jullie nog moeten gaan doen. Hè? Want het zijn niet alleen maar feestjes die we hier vieren. Er gaat straks ook serieus gewerkt worden. Elmedi, heb jij een beetje op een leuke manier oud en nieuw kunnen vieren? Zeker. Veel met familie gevierd. En ik had veel gegeten. Ja, mijn buikje gevuld. Leuk. Ja? Het was een mooie nieuwjaarsviering. Dat klinkt heel gezellig. En gelukkig kunnen we ook voor onze gemeente zeggen dat het een ontspannen oud en nieuw viering is geweest. De overgang naar het nieuwe jaar is over het algemeen goed verlopen. We hebben deze jaarwisseling voor het eerst met een aantal vuurwerkvrije zones geëxperimenteerd. De eerste ervaringen lijken daarmee gelukkig positief. Maar het zou mij toch echt een lief ding waard zijn als ook de landelijke politiek wat meer lef toont en een gehoor geeft aan de wens van heel veel gemeenten om in ieder geval geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer toe te staan. Graag. Graag wil ik ook onze eigen medewerkers, politie en hulpverleners zeer danken voor hun inzet tijdens deze jaarwisseling. Gelukkig hebben onze hulpverleners in Alphen aan de Rijn ook hun werk ongestoord kunnen doen. En daarmee hebben we relatief een mooie start kunnen maken. En zo hoort het toch ook een beetje te zijn, Elmedi? Zeker, ja. Want wat vind jij belangrijk in de manier waarop mensen feest vieren? Veilig en goed met elkaar kunnen omgaan. Dat is heel belangrijk, hè? En gelukkig is dat in Alphen aan de Rijn gebeurd. Er was nog wel een beetje veel schade, vind ik. Dat hoort natuurlijk ook niet. Maar, dames en heren, in de manier waarop we met elkaar omgaan, op school,
op het sportveld, op ons werk of op straat, begint, om het maar een beetje stevig aan te zetten vanavond, het respect voor de waarden van onze rechtsstaat, zoals die zijn vastgelegd in onze grondwet. Het vrije woord speelt daarin een belangrijke rol. En laten we dat koesteren. In onze samenleving mag iedereen vrij uitzeggen wat hij of zij voelt, denkt of meent. Dat kan alleen als je echt naar elkaar luistert en elkaar behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Dus ja, je mag proberen om mensen voor jouw denkbeelden te winnen. Maar je kunt die ideeën niet opleggen met geweld of onderdrukking. En je mag opkomen voor je eigen belangen, zolang je daarmee geen schade berokkent aan een ander. Het is ieders goed recht om van mening te verschillen, maar ook ieders plicht om te zoeken naar gezamenlijke gronden, om overeenkomsten te verkennen. Dat gesprek voeren we iedere dag, thuis, op school, op ons werk en in de gemeenteraad. Al 75 jaar leven we in een rechtsstaat. 75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het duurde nog 5 jaar voordat dat ook in Indonesië het geval was. Dit jaar vieren we dat we in Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. Hier in onze gemeente hebben inmiddels heel veel mensen het voortouw genomen om op heel veel verschillende manieren stil te staan bij het feit dat we onze vrijheid kunnen vieren. Er is een prachtig programma in voorbereiding waarbij lokale gebeurtenissen van destijds tastbaar en zichtbaar worden gemaakt. Het herinnert ons aan de verschrikkingen van toen, toen onze grondwet met voeten werd getreden. Het toont ons wat groepsdruk met mensen kan doen. Hoe kwetsbaar wij zijn in dat grijze gebied tussen goed en fout, waarin ons geweten ons soms voor onmogelijke keuzes plaatst. Het maakt voelbaar wat er gebeurt als mensen als groepen tegenover elkaar komen te staan in een gepolariseerde wereld waarin de vrije wil is uitgespeeld. Om die reden blijft herdenken belangrijk. Herdenken en vieren. Want we mogen trots en dankbaar zijn dat de waarden die we destijds verloren dachten nog steeds springlevend zijn. En dan lijkt die vrijheid zo gewoon. Aan de ene kant is de vrijheid zo gewoon, ook zo gewoon. In Nederland weten we bijna niet anders. Terwijl het in de rest van de wereld heel anders aan toe gaat. Daarom wil ik graag meedenken en meepraten over de toekomst. En om ervoor te zorgen dat we de goede dingen doen in de wereld, met het oplossen van sommige problemen kun je misschien beter in je eigen omgeving beginnen. Zodat iedereen een beetje kan doen. Het klimaatprobleem lossen we niet 1, 2, 3 op. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel zorgen dat we voor meer prullenbakken en minder zwerfafval. En jouw betrokkenheid is belangrijk, maar niet die van jou alleen, maar ook van de kinderwethouders, van de 23, ze zijn er niet allemaal vanavond, kinderen die samen met jou de kinderraad van Alphen aan de Rijn vormen. Een vorm van inspraak en zeggenschap die onze lokale democratie verrijkt. Omdat kinderen met andere ogen kijken naar de toekomst. De wereld van morgen is de wereld die jullie gaan bewonen. Dus alleen daarom is het goed dat sommige thema's meer vanuit het perspectief van kinderen ook worden bekeken. Dat past ook bij de manier waarop onze gemeente zich wil verhouden tot haar inwoners. We trekken de wijken en de kernen in om te horen en zien wat daar leeft. We ondersteunen initiatieven van inwoners die zich inzetten voor een veilig, leefbaar en ja, ook een gezellig Alphen aan de Rijn. Samen met u gaan we dit jaar opnieuw stevig aan de slag. De renovatie van het oude raadhuis in Boskoop is gestart. Het stadshart krijgt steeds meer smoel. Zeker
als ook de nieuwe bibliotheek rond de zomer geopend wordt. We willen nieuwe locaties voor woningbouw. En de impasse rond woningbouw in Zwammerdam, Aarlanderveen en Koudekerk doorbreken. Net als de besluitvorming over de infrastructuur rond Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Theater Castellum wordt verbouwd. Er komt een regionale energiestrategie en een nieuw programma rond duurzaamheid. In het sociaal domein krijgen we met een nieuwe aanbesteding van doen. En blijven we eraan werken dat inwoners en zeker ook jongeren de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We hopen snel een sportakkoord te kunnen sluiten. En op tal van plaatsen investeren we in het onderhoud van onze infrastructuur en onze groene omgeving. Elke kern of wijk krijgt een eigen huiskamer of buurthuis. En we verheugen ons op de opening van het nieuwe Kajaputi. Samen met de gemeenteraad voeren we een discussie over de kerntaken van onze gemeente. En het is heel bijzonder dat we dat kunnen doen tegen de achtergrond van een financieel gezonde gemeente. En dat, dames en heren, is nog maar een kleine opsomming van de klussen die we dit jaar onder handen hebben. Net als in het afgelopen jaar treden raadsleden en het college van burgemeester en wethouders u met open vizier tegemoet. Nieuwsgierig naar uw mening en naar uw ideeën over hoe het anders en beter kan. Op deze manier houden we de waarden van onze rechtsstaat levend en zoeken we met elkaar naar nieuwe vormen om echt naar elkaar te luisteren en de goede dingen te doen. Op deze manier proberen we tot gedragen besluiten te komen. Maar dat kan alleen als u mee blijft doen. En om u daarin te inspireren, verschijnt binnenkort de tweede editie van het magazine Doen, waarin we een aantal grote en kleine participatie-initiatieven hebben verzameld. En neemt u daarin misschien ook een voorbeeld aan Elmedi, die bewijst dat betrokkenheid geen grenzen van leeftijd kent. Samen met hem wil ik graag een toast uitbrengen op een vitale stad met actieve inwoners, waarin we met elkaar de waarden hoog houden die ons al zoveel jaren vrede en vrijheid brengen. En wat zeggen we dan? Op de toekomst. Op de toekomst. Dank u wel.